Gisteravond weer een spirituele rechtszaak. En of ik echt niet wist wat er met Sinterklaas gebeurd was. Even de lamp aangedaan, want donker met die zonnebril op. Mensen waren ook spelletjes spelen. Met zo de kou op mijn borst. Toch ook wel borstpijn. Maar als je kan doen wat je vijanden ook kunnen doen, gaan we kijken of hun er ook overheen komen. En we hadden graag doen alsof het technologie was en zo, terwijl ze met de hekserij bezig zijn. Alles mag, alles is toegelaten in dit land. Je mag heksen, je mag aan de hoodoo, je mag met betoveringen bezig zijn. Je mag liegen, je mag fraude, handtekeningen vervalsen in dit land. Pedofilie en incest, mag allemaal. Liegen, dat mag vooral. Wil graag iedereen ook aan meedoen. Controle over anderen hebben, mag ook. Dus is het ook gewoon gelijke rechten. Prioriteiten moet je stellen. Ik ben met al die veranderingen meebewogen. Gaan we zien hoe anderen met de veranderingen mee gaan bewegen. Een heleboel hebben denken dat ik niet weet dat ze bij deze smerigheid horen. Maar zolang het in visioenen gebeurt en zich nog niet hier in het vlees bewezen heb, is het toch zwak. Dus wat hebben we? En zodra het hier al ook voor mij gebeurt, dan spreek ik het ook uit voor je. Het kan wel al twee, zo opgenoemd, de roddelaars, de huichelaars. Dacht ik later, had ik beter niet kunnen doen. Ik had ze beter kunnen laten denken dat ik niet wist van hoe of wat. En laat iedereen maar denken dat ik niet weet van hoe of wat. Want wanneer ze erachter komen, ja, dat ik meer weet is dat hun denken. Alles wat mij kent en met mijn vijanden leuk aan het doen is, gaat er vanzelf wel achter komen. Wat dat betreft is intuïtie alles. En als jij smerig intuïtie richting mij hebt, en jij aan het roddelen, negatief, leugens aan het verspreiden, vies huichelaar bent, gaan mensen vanzelf weten wie of wat jij echt bent. Hoe of wat jij echt bent. En hoe verrot jij van binnen bent. Dat je het wel prima vindt. Misbruik, verwaarlozing bij anderen. En we zullen zien wanneer er bij jou gespookt gaat worden. Wanneer die geesten bij jou komen. En wie jou serieus gaat nemen naar al het slechte praten wat je al gedaan hebt. Ze zullen allemaal weten dat je het verdient. Zelf afgeroepen hebt. De Heilige Geest en zo'n combinatie met mediumschap, shamanachtig. Zijn er dingen mogelijk? Te veel mensen die wouden hebben wat mij toehoorde, tot mijn geboorterecht aan toe. Niet zomaar alleen de destiny en de erfenis. En een heleboel wat het toelaat dat mijn leven zo gesloopt werd en wat mee wouden doen door bij de vijanden aan te sluiten. En daar in de chat en bij live video's en zo ook. Echt degene die in het huis woont, wat mij is achtergelaten. Sowieso alles wat mij is achtergelaten. Wie daarmee leuk doet, maar degene die in het huis woont, gaat het idee hebben dat er spoken in huis zijn. Alles wat te maken heb gehad met poging tot moord, of al een moord op hun geweten hebben. Iedereen die informatie bij me aan het weghouden is. Alle getuigen die aan het zwijgen zijn. Alles, gewoon alles guilty by association. Maakt mij niet uit in welke vorm jij hierbij betrokken bij bent geweest. Iedereen die zal een straf krijgen. En ze zullen weten, supernatural. Ik ga weten, God bestaat. En anders ga je maar lekker achter die oren krabben en een ander het anders willen inkleuren, andere verklaringen zoeken en zo. Het interesseert me niet.
Ik kan het in ieder geval warm maken wanneer mensen het koud willen hebben. Maar ik zal het warm bij hun maken. En kijken of hun het kunnen afkoelen. Ja, het is echt dat passieve agressiviteit uit willen zenden. Sommige mensen wouden doen alsof ze met me waren, support voor me hadden, maar achter mijn rug. En gezien hoe fake sommige mensen zijn, maar ook hoe zwak ze zijn, hoe kortzichtig ze zijn, hoe blij ze konden zijn voor het plastic, hè, dat gras was groener. Al die mensen hun handjes ophouden, al die afgunst die overal was. Maar voornamelijk al het ongeloof wat overal heerst. En niks snappen van het spiritualiseren. En dan de hoeken induiken waar mensen met spiritualiteit bezig zijn. Niet zien hoeveel daar gematerialiseerd wordt. En ze gaan schrikken hoeveel mensen er met seksmagie bezig zijn geweest. Of echt alleen maar aan seks kunnen denken. Een natte doos, stijve piemel. En dan gaan het masturberen. We gaan eraan zien wie er allemaal aan de HIV en aan de AIDS zit. Zo gaan er meerdere ziektes. AIDS, in het hoofd, de vergeetachtigheid, de amnesia en zo. Echt heel erg leuk vonden. Zo alles. Het isoleren, het wegdoen van alles wat ik van iemand gekregen heb. De kas opruimen, vonden de buren ook wel leuk of andere. En die aan het haten waren dat ik gewoon met mijn gedoogd beleidje zo de bietje zat. Waar niemand last van had en ik niet aan het dealen was en zo. En andere mensen zijn gierig voor geld. Ik wil alleen terug wat van mij gestolen is. Gerechtigheid en alle daders bestraft. En hun die zo'n beetje de wetten omzeild hebben of net niet de wetten overtreden hebben, maar wel betrokken waren bij dit. Zullen zware karma krijgen. Wat dat betreft hebben ze met z'n allen geprobeerd om een stuk te maken. Ziek te maken. Me weggevaagd wou hebben. Ja, alles heb ik kunnen uitlachen voor hoe belachelijk het is. Maar mensen, die gaan angstig worden zometeen. Hun gaan over de schouder in gaten houden. Wie zal allemaal weten waar ik bij betrokken ben? Nou, we zullen zorgen dat iedereen weet waar jij bij betrokken bent geweest. De zes mensen zijn met de dood aan het spelen. En zwarte magie, necromantie, graveyard dirt. Denk hun ancestors op mijn pad te sturen. Zelfs mijn eigen ancestors te gebruiken. En als de spirituele rechtszaken beginnen, gaat het vanzelf hier vorm krijgen ook. En ik ben niet bang hoor om hulp te krijgen. Maar ik hoef geen verraad op me heen. Ik hoef geen ongeloof om me heen. En ik hoef geen mensen die gewoon duivels werk aan het doen zijn. Of mensen die denken dat ze hele professioneel zijn. Maar ze lopen geblinddoekt. Of met van die oogkleppen zijn ze aan het rondlopen. Hangen in een of andere tunnelvisie waar ze niet uit kunnen breken. En heel erg in een perceptie van een geloof vast. Ik zie echt hoe sommige mensen echt een gevaar zijn voor de samenleving. Zeker zo met hun samenwerkingen. Waarbij her en der de mensen op positie zitten en daar allemaal dus de machtsmisbruik kunnen uitoefenen. En al die corruptie overal. Een heleboel mensen gaan wensen zo meteen. Dat ze voor het goede gekozen hadden, daar hun intuïtie aan het luisteren waren. Niet zo gierig waren voor geld of graag ergens bij wouden horen. Ja, mij buitensluiten van het alles. Echt zien wat voor bescherming dat was. Want het is één verrotte industrie.
En allemaal mensen die eigenlijk helemaal nergens in geloven. Het is alleen maar alles en iedereen chaos willen hebben. Wordt gewoon aangestuurd door een of andere satanische cult ook nog. En je kan beter blij zijn met jezelf en zo op jezelf. Als ze je maar eenzaam voelen en niemand kunnen vertrouwen met allemaal mensen om je heen. Ik ben alleen maar bevrijd van alle smerigheid. En zo met de visioen heb ik echt kunnen inkleuren bij wie ik gewoon weg moet blijven. En Golden Rule Book, Pounds 23. Laat mensen maar lekker denken dat ik niet weet dat ze er ook bij betrokken zijn. Zijn ze niet zo stiekem, stiekem voor mij, stiekem naar andere mensen. Maar ze zijn niet echt voorzichtig aan het doen of zo. Ze denken dat ze heel sneaky zijn, dat niemand het weet. En behalve de mensen waar ze mee resoneren, hun die erbij horen en zo. Mensen konden geblest worden. Zeker. Hun die het nodig hebben, laat ik het zo zeggen. Maar als mensen nou nog iets willen, dan is het vergeving zoeken. Dan is het uitspreken naar anderen wat er echt aan het gebeuren is. Een soort van aan mijn kant staan. En alles en iedereen die zich graag bij mijn vijanden aansluit, is gewoon mijn vijand. Iedereen die aan het zwijgen is als getuige, is gewoon mijn vijand. Ik heb me echt meer dan 3 jaar lang, van alle kanten, heb ik alles moeten bevechten. Ik heb het allemaal alleen moeten doen, omdat de rest allemaal fucking bang pussies. En niet voor het goede kunnen kiezen, niet voor het goede willen staan. Toch nergens in geloven, gewoon niet zien met alle smerigheid die bezig is, wat niet alleen een corona is. Het is gewoon al die satanische machtsmisbruik. Het niet een rechtsstaat hoor, die jou aan het beschermen is, wanneer je dat nodig hebt als slachtoffer. En allemaal hebben kunnen zien wat er bij mij gebeurt. Totdat het bij jullie gaat gebeuren. En dan gaan allemaal mensen zien hoe zwak jij bent. En jij hebt mensen nodig. Ik heb alleen God in mijn leven nodig. En ondertussen heb ik wel de bescherming van ancestors, engelen, serafijnen. En van de onderwereld tot de hemel. Die hele pleuropa. Al die tijdlijnen. Want dit is in zoveel vormen misbruik geweest. Een heleboel door verwaarlozing. Ik kon dat door blijven gaan. Mensen die geen verantwoordelijkheid konden nemen. Allemaal weten dat ze met smerigheid bezig zijn geweest. En omdat de waarheid ze pijn doet, willen ze wraak nemen. Want ik spreek me uit, ik bedoel wat. Ik ben niet van plan om te gaan zwijgen, dingen toe te laten. Ik ben geen falling donkey of zo. Het is geen ezeltje prik. I-a, i-a. Wat mensen vonden alles leuk, toch? Hihi, haha. En daarna weer een heleboel gekletst, bla 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 bla. En gewoon huichelaars. Allemaal mensen die niet loyaal kunnen zijn, niet trouw kunnen zijn. Al bekenden die zich aansluiten bij onbekenden. Allemaal vrienden die frenemies zijn gebleken. Allemaal mensen waar ik ook gewoon vroeger mee omging. En om welke reden we niet meer met elkaar omgaan. Ik zelf ook wel kunnen inkleren. Dat is jij iedereen was gegaan. En weet hoe ik in het leven sta. En dat ik niet mee was gaan doen met die smerigheid. Helemaal weten. Ik ga niet allemaal inzetten en dingen doen om geld te krijgen of zo. En ik ga zeker niet andere mensen van waar hun recht op hebben, proberen een halt op toe te roepen. En ik ben niet met de afgunst bezig. Ik ben niet met de haat bezig. En ik heb gezien waar mensen staan. Allemaal maar zorgen dat er geen gerechtigheid voor me kon komen. En dat de smerigheid overeind kon blijven, niet bestraft werd.
En het allemaal erg leuk vond met al die 30 wetten die overtreden zijn. Alles wat zo overduidelijk, open en bloot op het internet aan het afspelen is, nog in mijn gezicht wrijven ook. En dat dan autoriteiten niet aan het ingrijpen zijn. Zo al die keren met politie aan de deur, telefoongesprek. En allemaal weer, het heel erg leuk, ja, er wordt weer niks mee gedaan. Allemaal een beetje de macht voelen, allemaal heel erg blij dat ze bij de smerigheid horen. Maar de mensen gaan weten, wat zal meteen het gegeest, de spook. Jij die niet weet waar het vandaan komt, of hoe de lasten aan het ontstaan zijn. Ja, we hadden heel erg graag bij alleen hebben hopen dat ik eenzaam word of zo. Terwijl een heleboel weten dat ik het altijd prima in mijn eentje red. En ik hou zelfs van mijn rust. Zeker waar ik gesprekken mee heb gevoerd, wetend van het laagfrequent geluid, waar ik ook last van misschien zelf nou ook wel kunnen inkleuren, dat dat gewoon technologie is om me lastig te vallen en de rust te ontnemen. En al die jaren dromen stelen, ben ik in één keer al die dromen aan het onthouden, tot me weer terug aan het krijgen. Dus zo nu, uit mijn slaap willen halen en zo. Vooral het gevak met remslaap. Maar het werkt allemaal niet. Want wanneer ik mijn bewustzijn uit en ik ben weg, gaat niks me wakker maken. En anders moest ik wakker worden. Op het moment van wakker worden, en kan ik even terugdenken waar ik nu weer heen gereisd ben. Echt, die USB-stuk, die staat vol. 800 plus dromen, als het er niet al richting de 1000 gaat. Met zoveel namen, misschien ook wel richting de 1000 gaat. En allemaal mensen die of meer weten, of erbij betrokken zijn geweest. En daar als dronken mensen en niet kunnen liegen. Ik zie precies, weet precies. En waar mensen aan denken, hoe ze ervoor staan. Al dat kinderachtige gedoe gewoon leuk vinden. En kunnen zien, al die meelopertjes die achter de perskop aangaan. En een heleboel daarvan. Is zoveel over te zeggen, kan zoveel trash talken daar overheen. En die zijn echt te pesten. En dan kan het nog met de waarheid ook. Waar mensen met mijn spelletjes willen spelen met leugens. En dan denken dat het mij iets doet ofzo. Alles wat ik in mijn rugzak had. Daar waren mensen mee spelen. Wat, neem het eruit. En werd alleen maar bevrijd. Het is net niet dat ik dan ook nog van de chronische rugpijn en zo af ben. En dus wat dat betreft mag er nog wel meer uit mijn rugzak vandaan gehaald worden. Ja, mensen dachten met mind control bezig te zijn. Ondertussen ben ik gratis in hun hoofd aan het wandelen. Sommigen die zijn de hele dag bezig. Ja. Ipi, die in hun hoofd aan het spoken is. Een heleboel denken nog steeds overal mee weg te komen. Die zijn nog steeds slecht en aan het roddelen en zo, slecht praten. Nou, daarmee verspreidt het alleen maar. Dat is wat haters doen. Soms verspreidt de leugen zich sneller als de waarheid. Maar wanneer die omkeer komt, iedereen weet dat het leugens waren, is het wel overal gekomen. En hun die wel goed bij hun hart zijn, en die gaan straks spreken. Die gaan zometeen de vingers wijzen. Zeker als ze snappen dat als het kwaad opgeruimd wordt, dat hun er ook weer op vooruit gaan. En dat hun kinderen ook een stuk veiliger zijn hier dan. Zeker wanneer al die corruptie binnen politie, justitie, tot de rechtbank, rechters aan toe, ook allemaal opgeruimd is. En soms moet je die Pandora's box, die moet je openen. Gaat alles vrij. En kan je daarna vangen. Niet terug die box, hè. Nee, vervloeken naar hel. Want dit is echt zo duister, zo donker.
En ze zijn bezig met dingen waar geen licht bij kan komen. En omdat het licht niet bij hun kan komen, willen ze alles en iedereen vervloeken. Ja, je hoeft niet bij een religie te zijn om een goed mens te zijn. Dus een heleboel die hebben dingen op hunzelf afgeroepen. Ik hoef niet eens te weten waar het vandaan komt. Ik hoef het alleen maar terug te sturen. En dat wat me wel gelaten zien wordt, zo via visioenen. Dat zijn mijn makkelijkste doelwit. Daar waar hun dachten dat ik een target was, heb ik doelwitten. En gaan we spiritueel schieten met die zilveren kogels. En pijl en boog alles. En zo'n beetje de Cupido. Mensen die geen liefde hebben, is liefde ook niet aan te wakkeren of zo. En mensen met een leeg hart kan je het hart nog vullen, maar als ze zonder hart leven, dan is er niks te vullen. Ja, een heleboel die willen alles alleen maar met het hoofd doen. Die zullen de brain farts krijgen ook. De brain fucks ook. Ja, mensen die me haten omdat ik ben. En voornamelijk omdat hun niet hunzelf kunnen zijn. En ze elke keer maar moeten aanpassen naar andere mensen. Een soort van geaccepteerd willen worden. En nu alleen nog maar geaccepteerd worden door de mensen waarmee ze resoneren, die ze niet kunnen vertrouwen, net zo smerig zijn als hun, of misschien zelfs wel smeriger. En leuk gedaan met dieven en met moordenaars. Sommigen zelfs leuk gedaan met pedofielen. En ontvoeringen en zo. Het allemaal echt gewoon allemaal wel prima vonden. Totdat het met hun geliefdes gaat gebeuren. Nou, dan hebben ze hulp nodig. Dan willen ze geholpen worden. Maar ze hebben zelf geen hulp geboden. Dus de hulp die richting hun komt, daar zullen ze niks aan hebben ook. Zullen alleen maar, want ze verdienen het. Dus de mensen die hun komen helpen, die raken ook alleen maar vervloekt. Zijn ook alleen maar karma aan het oplopen. Heel erg leuk vonden de mensen die met mij in competitie waren. Denken dat ik met mezelf in competitie ga. Of met hun die dat van mij aan het stelen zijn ofzo. Mensen die mij aan het nadoen zijn. Dat is niet eens competitie. Welke strijd is er dan? En alles zo doorzichtig. En what happens on the internet stays on the internet. En ik ga zeker geen video's verwijderen. En ook niet daar waar ik mensen beticht heb. Want het is aangekaart bewezen. Het gedrag heb een heleboel laten zien. En we hadden graag alles openbaar op het internet doen. Prima. En dat hun met hun cultgedrag in cults, in corruptie, met al hun samenwerkingen, een soort van realiteitjes dachten te creëren met allemaal illusies, valse getuigenissen, mijn eet. Dat ze allemaal in de vingers snijden. Allemaal heel erg bang. Dat er vanaf andere instellingen, zo binnen justitie, rechtbank, CIA, FBI, een hele RICO-log over hun afdeling komt. En dan gaan al die gangstalkers, gaan allemaal mee. Het is allemaal strafbaar. Zullen allemaal boetes, schadevergoedingen, gevangenisstraf. Net als cyberpesten, met een karaktermoord en weet ik veel wat er allemaal bij kan kijken. Zullen ook allemaal gestraft worden, zijn ook allemaal strafbaar. Al die 30 wetten, al die 30 plus wetten die overtreden zijn, zullen allemaal gestraft worden. Op al die 30 wetten zullen er ook schadevergoedingen naar mij moeten komen. Er zullen compensaties moeten komen. Plagiaat. Hetzelfde. Leef van waarin. Het is niet dat ik een product aan het verkopen ben. Ze hebben gewoon plagiaat op mijn leven.
Gaat dat ook nog naar identiteitsdiefstal, ID-fraude, handtekeningen vervalsen? Waarschijnlijk smerige dingen doen met mijn identiteit. En dan ook nog mijn werkelijke identiteit. Want valse geboortesactes en vervalsen van documenten. Alles gaat bestraft worden en alles komt aan het licht. Dit gaat de wereld over, het nieuws over. En voor sommige mensen zal ik misschien een bijnaampje moeten verzinnen. Maar ik zal over alles spreken en iedereen zal weten dat ik jou bedoel. Niemand gaat hierbij wegkomen. Hè, mensen willen manipuleren. En dat kan soms een beetje sneller gaan. Helemaal wanneer ze werken met de duivel, de verleidingen en de misleidingen. Manifesteren, dat duurt soms een stukje langer. Maar het gaat gemanifesteerd worden. Al die racisten. Alles gaat aan het licht voor iedereen. Fascisten. Alles gaat aan het licht komen. En de narcisten. Zeker die covert-narcisten. Al die maskers. Heb ik al eraf getrokken. Nu denken ze alles nog te verstoppen. Maar gaat allemaal aan het licht komen. Iedereen gaat weten wie hierbij betrokken is geweest. Weten wie alle daders aan het beschermen waren. De smerigheid overeind houden blijven, zodat het door kon blijven gaan. En zelfs geld verdienen door hiermee bezig te zijn. Mensen te belonen die met deze smerige praktijken bezig zijn geweest. Het slecht belonen. Ja, dit echt draait om niet alleen destiny stelen, leven stelen, erfenissen stelen. Zelfs geld wat ze gestolen hebben. En landgoed, vastgoed. Inboedel. En daar gewoon mensen mee aan het afbetalen. Op aan het kopen. En dan ook nog chanteren en zo. En al die haters. Iedereen gaat weten hoe of wat. Echt gezien hoe evil. En niet weten waar mijn roots liggen. Zoveel informatie bij me weghouden. En ik zie echt daar waar ik mee bezig ben is niemand aan het doen. Die zijn alleen maar of maar aan het nadoen. En de rest is allemaal naar elites aan het wijzen. In plaats van die zwarte vlekken in de samenleving en op dat internet. En dat aan te kaarten. En dat is toch waarmee iedereen bevrijd gaat worden. En uiteindelijk de elites geen grondtroepen meer hebben om een smerige opdracht uit te voeren. En zoveel. Het is voorbij verdacht. Oké. Echt niet snap waarom mensen zo bang zijn en niet voor het goede aan het vechten zijn. Zo bang zijn en niet het kwaad aan het bevechten zijn. Mensen zijn vergelijken zoals iemand willen zijn tot mensen die jaloers zijn. En wanneer alles is energie en de energie in duik. En dan gaat zien wat voor emotionele manipulatie, energiemanipulatie, shapeshiften er bezig is. Wat voor energieën er in mensen aan het huizen zijn. Wat echt demonisch bezeten te noemen is. Sommigen doet de duivel bezeten. En dan ook de incubus, succubus, de Jezebel spirits. En waarom mensen zo in die seksenergieën hangen. En dan hekserij. Voodoo. Weet ik veel van welke kanten alle aanvallen moeten komen. Niet snappen echt de Heilige Geest. Met God zijn ben je tegen alles beschermd. Het is alleen machtsmisbruik en corruptie. Waardoor alles overeind is gebleven. Want anders was dit al lang al klaar. Dus ik ga niet met mezelf in competitie. Ik heb gewoon
mijn geboorterecht. Ik ben gewoon de erfgenaam. Troon opvolger. Dochter van de duivel, zoon van God. Wat mensen allemaal energetisch, spiritueel niet kunnen inkleuren. Ik hoef in ieder geval niet met haat en met agressie en weet ik veel, mensen opzoeken, met bakstenen gooien. Als ze toch wel enigszins omgevraagd hebben. Voor een heleboel mensen hoor ik al lang al op te zoeken. Camera erop. Ook gewoon op YouTube. Maar ik kan me niet naar hun niveau verlagen. En daar is ook geen winst. En het multicultureel zijn. En dat maakt de racisme die bezig is geweest ook echt... Sommigen die hebben niet eens magie in hun bloed. Kunnen de eten niet door het bloed laten stromen. Sommigen die kunnen echt alleen maar een beetje astraal in de lagere realms komen. Dus voor wat willen ze de battle met me aangaan? Voor wat is het... Maar dat is dus waarom ze zoveel mensen erbij betrokken hebben. En dan zijn ze ook echt technologie aan het gebruiken, alles in hokjes aan het douwen. Shadowbanning, rommelen met kijkcijfers, weergaves. En ik kan elke keer alles blijven aankaarten, maar mensen kunnen het toch niet geloven. Dus alles wat zo ongelovig is, niet snappen dat... het is echt satanische rotzooi. Het draait tegelijkertijd ook een beetje Scientology alles, want ze zijn zijens ook gewoon aan het gebruiken. En ze zijn dan aan het heksen, maar ook de technologie, want ze zijn aan het heksen en aan het spioneren. Kunnen alleen maar nadoen wat ik naar buiten breng of wat ze me hier in huis. Misschien hangen er wel camera's, word ik afgeluisterd, heb ik elke keer scheid aan gehad. Ik ga er niet... Ik heb misschien een beetje rondgekeken, maar niet zoeken. Wat dat terecht heb ik een lak aan, dan kan ik gewoon in mijn blote kont door mijn huis heen lopen ook. Dat wat ik zie. En we zien hetzelfde, maar ze zien niet wat ik. Ze kunnen het niet inkleuren, ze kunnen het niet begrijpen, interpreteren. Wat ik er dan van maak. Dus het is echt alleen maar kopiëren. Ondertussen is al mijn hele leven is één grote training geweest naar dit toe. En wat wordt deze 3 jaar gespeeld? Speelt mijn hele leven. Het is dat ik gewoon nu zo'n spirituele ontwaking en de dromen weer terug heb. Echt, het is op bed liggen, maar het is niet slapen. En dat mensen dingen niet willen zien. En mij graag willen kleineren. Anderen die ze groter willen maken als dat ze zijn. Heb ik gewoon elke keer overal een vergrootglas opgegooid. En kan iedereen zien dat het gewoon belachelijk is. Dat ze helemaal niks kunnen. Dat het zelfs lijkt alsof ze handicaps hebben. Een of andere laag EQ ook nog. En alles wat ze erbij betrekken zijn gewoon mensen die geholpen moeten worden. Maar die worden dus gebruikt in plaats van dat ze geholpen worden. En ze hebben geen skills, geen talenten. Ze hebben zelfs de artificial intelligence nodig. Dus dan ga je mijn plek niet overnemen. Het is gewoon dat ze met zoveel mensen samenwerken. Dat het er bij hun een beetje echt uit kan zien. En zelfs dat heb ik gewoon elke keer weggelachen, uitgelachen. En kunnen aantonen waar ze nu weer mee bezig zijn. En een heleboel heb ik niet eens aandacht gegeven. En die zijn ook bezig. Ik
komen de A4'tjes vanuit de kopieermachine, die komen daar al ook. Ik ga niet overal mijn aandacht oprichten. Het heeft zich allemaal op één hoopje verzapeld. En anderen die zien vanzelf wel waar er gekopieerd wordt. Die zich ook gewoon bij het kwaad hebben aangesloten. Die ook de smerigheid aan het beschermen zijn, niet kunnen benoemen. Klokkenluiders gaan echt nergens over hoor in Nederland. Zeker niet als het om deze onderwerpen of de lasten waar ik doorheen ga. Alle mensen die geen licht hebben, dan gaan ze rondlopen met de een of andere bouwlamp. Zit de chat, die zit er vol mee, hoe geweldig! En iedereen die dat ziet, die kan echt denken, dit is helemaal niet geweldig. Dus mensen